Mag ik u allen vragen om op te staan voor de National Anthem van Bermuda? Suriname. The lineups today, starting with Bermuda, the goalkeeper is Dale Eve. Number two, Eusebio Blankendaal. Number four, Roger Lee. Number seven, the captain, Lejean Simmons. Number eight, Razier Smith-Jones. Number nine, Cole Hall. Number 11, Willie Clemens. Number 13, Jomaine Bean Lindo. Number 16, Taziko Harris. Number 19, Luke Robinson. And number 22, Trey Tucker. The coach is Kyle Lightborn. And now the starting 11 from Suriname. The goalkeeper, Wannerhaan. Number 18, Kelvin Leerdam. Number 15, Ryan Donk. Number 19, Shaquille Pinas. Number 5, Richiano Hubs. Number 6, Ryan Colway. Number 21, Diego Biseswar. Number 10, Charon Sherry. Number 7,
Florian Josefsson. Number 9, Nigel Hasselbank. And number 11, Geraldo Becker. The coach is Dean Corey. Nou, de ploegen staan klaar om te beginnen aan deze wedstrijd. We hebben dus wat wissels aan Surinaamse zijde. Althans spelers die erbij zijn gekomen, die er niet bij waren. Tegen de Cayman Islands en tegen de ploeg van Aruba. We zien onder andere Richiano Haps, een van de spelers die er voor het laatst is bijgekomen. En ook Geraldo Becker, die in de Duitse competitie speelt. De aftrap is voor het team van Bermuda. Nou, er is een hele hype opgebouwd naar deze wedstrijd toe. En dat zal nu dus ingelost moeten worden door onze nationale selectie. Suriname staat echt achter dit team. We zien onder andere ook in de basis Ryan Koolwijk. En centraal achterin staan dus Ryan Donk en Shaquille Pina. Shaquille Pina had in voorgaande wedstrijd als vleugelverdediger opgetreden. Hij staat er nu als centrale verdediger. Het wachten is op het fluitje van de arbiter. Nou, dat is het fluitje van de arbiter en die wedstrijd is dus begonnen. De ploeg van Bermuda speelt in roze tenue. En hun doelman geldt als een van de meest ervaren spelers in het geheel. Overname Suriname. Dit is Koolwijk voor het eerst aan de bal. Leerdam. Die bal wordt onderschept. En als we kijken hoe Bermuda die wedstrijd begint, dan denk ik niet dat ze aftastend deze ontmoeting willen beginnen. Het schijnt dat ze gewoon er keihard tegenaan willen gaan. Overgenomen door Josefsson. En nu Koolwijk. Bisseswar helemaal naar de andere kant. Dat ziet er goed uit. Die paas kwam minder goed aan. En de doeltrap voor de ploeg van Bermuda. Doelman Dale Eve met dat aparte kapsel. Die geldt gewoon als een van de meest ervaren spelers niet alleen. Maar ook een van de betere spelers binnen het team van Bermuda. Heel veel ervaring. En hij wordt gewoon ook genoemd als een van de toffe boys. Lange trap naar voren. Dat is toch wel een beetje van het Caribische dat ze in zich hebben. Nigel Hasselbank altijd sterk aan de bal. Daarom staat hij ook in de spits. En dat is Geraldo Becker. Met zijn eerste actie trekt voor. Gestopt door de defensie van Bermuda. En nu gaan zij proberen op te bouwen. Leerdam. Aanvoerder Donk, Koolwijk. En Shaquille Pinas. En nu een beetje op snelheid. Heel duidelijk is te zien dat Nacho via de flanken wil gaan. Ze kiezen gewoon, ze zoeken die flanken op. Bisseswar. Bal helemaal naar de andere kant. En nu Josefsson. Gaat hij zijn actie maken? Hij probeert het, ja. Charon Cherry, die is trouwens jarig vandaag. En hij kan een fantastisch cadeau krijgen als het goed gaat.
Nu de eerste goede kans. Het schot gestopt door doelman Yves. En nog een keer die kans. Doelpunt. Doelpunt. Goal voor Suriname. Heel vroeg in deze ontmoeting. Het eerste doelpunt voor Nacho komt van Geraldo Becker, als dat goed is. In eerste instantie kwam die bal terug. Begon met Bisseswar. Het geblokkeerde schot. En die bal kwam dus terug bij Becker. En Suriname staat dus voor met 1 tegen 0. Nou, we kunnen ons geen beter begin wensen dan dit begin met die eerste vroege goal. Want dan zet je de ploeg van Bermuda dus onder druk. Captain Ryan Donk. Jozef Zoon. En dat kan natuurlijk gaten gaan openen als Bermuda denkt dat ze nu moeten gaan aanvallen. Een beetje een misverstand tussen Sherry en Jozef Zoon. En een ingooi. Eusebio Blankendaal, dat is een Surinaamse naam. Die nummer 2 die heeft ingegooid. En dan komt die lange paas. Heel beheerst gedaan door Donk. Verkeerde paas. Willy Clemens. Ingooi voor Nacho. Nou, een goed begin dus voor onze nationale selectie. Kunnen we deze voorsprong gaan uitbouwen. Haps gooide in naar zijn doelman. En nu gaat Donk dus opbouwen. Wordt het te lange? Het wordt een hele lange, want Becker staat vrij aan de andere kant. Die paas komt niet aan. Mooi teruggespeeld op doelman Yves. Opbouw van Bermuda. Loopt zich vast op Haps. En nu Sherry. Overname Bermuda, een beetje op snelheid. Die diepe paas komt niet aan. Oppassen met die hand, jongen. En een vrije trap voor Suriname. Omdat Bisseswar tegen de vlakte werd gewerkt. Dat is de coach van Bermuda. Via links nu. Luke Robinson. Op Roger Lee. Die gaat diep. Oh, die bal komt wel aan. Mooie actie. Dat is een beetje gevaarlijk. Nog steeds balbezit Bermuda. Het schot. Geblokkeerd door de verdediging. Maar wij hebben nog balbezit. Het is Luke Robinson. En dan gaat die bal weg. Niet voldoende. Bal naar de andere kant. Maar de verdediging van Nacho staat heel solide. En nu op snelheid. De Hasselbank is niet echt de snelste. Hij is heel balvast. En hij loopt zich een beetje vast op de verdediging. Nigel Hasselbank die is balvast. Dat sowieso in de spits. Maar is niet een van de snelste. Willy Clemens die vraagt dat er meer gelopen wordt. Maar de verdediging van Nacho staat dus prima. En dan die hele lange paas richting Haps. Makkelijk uitverdedigd. De wedstrijd wordt geleid door Mario Escobar. En zijn assistenten die zijn Julian Mendes en Tabora Alvarez. Ryan Donk. Groot, sterk, beheerst. Jozef Zoon. Wil graag zijn actie maken. Doet hij ook. Trekt voor. Verdediging blokt de bal.
En is dat een ingooi of is dat een hoekschop? We zien dat Bisseswar zich begeeft richting bal. Het is de eerste hoekschop in deze wedstrijd. En nu Sherry. Charon Sherry, 33 jaar geworden vandaag. Felicitaties natuurlijk. En hij kan een mooi feest krijgen als alles goed gaat. Koolwijk. Alle 11 spelers van Bermuda op eigen helft. En misschien nu over het doel. Maar het was buitenspel inderdaad. Van Hasselbank. Doeltrap voor Bermuda. Dale Eve zal zich belasten met die doeltrap. Heeft er veel van dat hij hem naar voren zal werken. En nu geeft hij zijn mannetjes de gelegenheid om iets meer naar voren te gaan. Die bal komt naar de linkerkant richting Simmons. Simmons hier in balbezit. Hij is de captain. Terug naar Eve. Druk van Suriname. Hasselbank die zet druk. Nou, we moeten zeggen dat Bermuda vrij gedurfd speelt. Zich niet terugtrekt in de verdediging. En dat is toch wel prettig. Dat geeft Nacho de gelegenheid om te kunnen voetballen. Bal diep, dat is een goeie. Nu die actie. Trekt voor. Hoekschop, Bermuda. Nou, Luke Robinson die schijnt in elk geval een hele pittige jongen te zijn daarvoor. Dit is Willie Clemens, ook een van de beteren in het team. Samen met LeSean Simmons en Dale Eve. Eerste hoekschop, Bermuda. 10 minuten gespeeld. 1-0 Suriname. Bal komt hoog. Weggekopt door Koolwijk, ingooi Bermuda. Nu aan de andere kant. Komt die ingooi. Trey Tucker. Brengt die bal naar voren. Weggekopt. En nu Bisseswar. Sherry. Blijft goed in balbezit. Nee. Mooie hustle play van Luke Robinson. En een bal terug op Wanner Haan. Shaquille Pinas en Ryan Donk die staan in het centrum. Bal naar Leerdam. Vandaag op het middenveld. En één ding moet je de jongens van Bermuda meegeven. In die afgelopen 11,5 minuten hebben ze wel getoond dat ze het willen. Dat ze willen voetballen. Fysiek behoorlijk sterk, dat zie je zo. Is dat Hens? Nee, dat is geen Hens. Racer Smith-Jones. Op Luke Robinson. Dit is een gevaarlijke boy. Maar hij loopt zich gewoon vast op de verdediging. Koolwijk die is komen ondersteunen. Die bal komt nog niet uit die verdediging. Weer Robinson. En nu Koolwijk. Sherry. Bisseswar aan de andere kant. Zien we Becker lopen. Hij komt in balbezit. Speelt hem breed. Iets te diep gespeeld door Geraldo Becker. Iets te diep gespeeld voor Florian Josefsson. Geen slechte counter. Maar dit hadden we beter moeten uitvoeren. 1-0 op dit moment voor Nacho. Geraldo Becker scoorde vroeg in deze ontmoeting. In de derde minuut het eerste doelpunt. En Bermuda gaat uitverdedigen. Lange trap. Er is een spits, Cole Hall. Lang.
Slechte paas van Hall onderschept. En nu Becker. Gaat hij het doen 1 tegen 1? Dat kan hij zeker wel. Sherry die loopt door. Nog steeds Becker. Op snelheid. Passeert. Oh, speelt die bal iets te ver voor zich uit. ...26 jaar oud, speler van Union Berlin in de Bundesliga, Geraldo Becker. Dan Deel Yves. Probeert op te bouwen. Dan moeten ze mee oppassen, want die druk wordt vroeg gezet door Nacho. Weer Yves. Ja, hij kon niet anders. En Nacho houdt daar een ingooi aan over. Hasselbank. Helemaal naar de andere kant. Haps. Mooie beweging. Schot komt nog niet. Haps loopt door. Nu. En nu wel. Doelpunt. Wat een fantastische goal. Wat een sublieme goal van Nacho. Het is Hasselbank. Die na een mooi combinatiespel de bal in het doel werkt in de 15e minuut van deze wedstrijd. Doelpunt Nacho 2-0. Ja, misschien moet je denken aan een grote score. Dit is Nigel Hasselbank, de maker van het doelpunt. Het begon met Ricciano Haps. Dit is die actie. Mooie 1-2 met Bisseswar. En dan het keren en schieten zoals een echte spits dat doet. Ja, deze coach denkt bij zichzelf, zo tik mediatide. Het is 2-0 voor Nacho. 15e minuut, Nigel Hasselbank. En dan vraag je natuurlijk af wat Bermuda gaat doen. Zullen hun speelstijl veranderen? Zullen ze nog steeds gaan voor dat doelpunt? Gaan ze zich terugtrekken? Nou, we zullen het zien. De arbiter wil even een babbel hebben met Delphine Leerdam. Rustig aan, jongen, zegt Mario Escobar. En daar moet die vrije trap genomen worden. Roger Lee. Die speelt terug. Smith Jones. Nou, ze blijven gewoon komen, hoor, de jongens van Bermuda. Lee. En er komt druk van Nacho. Goeie paas. Goed gecontroleerd. Luke Robinson. Met deze moet je voorzichtig zijn. Koolwijk is in de buurt. Het leek op hensbal. Ze appelleren ook, maar de arbiter zegt niks aan de hand. En dan die snikkie van Jozef Zoon. En die correcte tackle van Willy Clemens. Mooie beweging van Jozef Zoon. En Clemens dacht, nee, dat spelletje gaat hier niet door. Leerdam. Haps. Aan de linkerkant samen met Becker. Dat is een mooi duo daar. Aan die linkerflank. Donk. Bisseswar. Raak de bal kwijt. Heel mooi veroverd, Ryan Dong, die bal weer. En nu Sherry. Oh, die paas kwam niet goed. Die loop van Becker die was in elk geval goed. En we zien dat de speler van Bermuda ligt. En dan krijgt de arbiter de gelegenheid om even te kijken wat er aan de hand is. Hij is een beetje boos, schijnt het. LeSean Simmons, de aanvoerder. En ik denk dat hij van het veld gehaald moet worden. Hij wees naar zijn lies. Dat is niet mooi. Ja, een korte terugblik. In de derde minuut was het Geraldo Becker die Nacho op 1-0 bracht. Er is een man daar met nummer 11. Dit zijn de twee doelpuntenmakers. In de 15e minuut was het Nigel Hasselbank. Die na die mooie combinatie tussen Haps en Becker
dat doelpunt scoorde. Laatste instructies van de coaches, terwijl Lejon Simmons op de brancard naar de zijkant wordt gebracht. Ik ben benieuwd of hij terugkomt. Hij gebaarde naar zijn lies. En dat is geen goed teken. Linksonder zien we dus coach Dien Goré nog even bezig met zijn jongens. Leerdam, Biseswar en Hasselbank. En we zullen zien als er een wissel komt of als Lejon Simmons zullen opkalevateren om die wedstrijd te vervolgen. 19e minuut zitten we. Suriname 2, Bermuda 0. Oh, inderdaad komt er een wissel. We zien dat nummer 18 het veld opkomt. En Lejon Simmons die kan dus niet verder. We zullen even kijken wie die nummer 18 is van Bermuda. Keyshawn Bean heet hij. Ik denk dat dit een flinke aderlating is voor Bermuda, terwijl ze hier via links in de aanval gaan. Luke Robinson. Die opbouw van Bermuda. En dan die overname van Nacho. Becker, Biseswar gaat via links. Krijgt hij die bal. Bal komt ietsje scherper. En het is een ingooi voor Nacho. Ik moet even kijken als het inderdaad Lejon Simmons is die is uitgevallen. Het zou best kunnen dat er iemand anders is. Ingooi Haps. Doeltrap. Bermuda. Het is inderdaad Lejon Simmons, ja. En Keyshawn Bean, die is zijn vervanger. Na 20 minuten verliest Bermuda een van de pijlers van het team. Dat is niet zo best voor hun. Ze staan al achter met 0-2. Vrije trap, Nacho. Biseswar. Veel aan de bal. Becker. Becker met die actie. Trekt voor. Een beetje paniekerig weggewerkt. En dan een ingooi. Dit is Dien Goré, de man die aan het hoofd staat van onze nationale selectie. Met de staf daarachter. Nu is de spanning wel van zijn gezicht af te lezen. En dat is begrijpelijk. Dit is een must-win game. En we zitten op dit moment op de goede weg met die 2-0 voorsprong. Maar een tegendoelpunt kan die wedstrijd weer helemaal opengooien. En dat wil Dien Goré absoluut niet. Ingooi Bermuda. Dat is een vrije trap. Speelt hem diep. Biseswar. Heel sterk aan de bal. Laat hij vandaag weer zien. Haps wordt een beetje boos. Hij wil een beetje sneller spelen, meer doelpunten scoren. Shaquille Pinas. Oh, Biseswar. De verdediging heeft weinig toegelaten. En er is in eerdere wedstrijden gezegd dat we de verdediging niet hebben getest tegen de Cayman Islands en tegen Aruba.
Nu is er iets wat meer druk, maar we moeten zeggen dat ze goed stand houden. En voorlopig niks doorlaten. Nou, vrije trap Suriname, omdat Hasselbank werd neergelegd. Zo'n 8 tot 10 meter buiten het strafschopgebied. Op een hele voordelige plek overigens, recht voor het doel. En daar kun je dus alle kanten mee uit. En we zien dat er veel mensen zich hebben aangeboden voor het nemen van deze vrije trap. We zien Koolwijk staan. Bisseswar. Sherry, Josefzoon. Nou, zijn er nu twee die blijven staan. Dat zijn Jaron Sherry en Josefzoon die zijn blijven staan. De nummer 10, dat is Sherry. De nummer 7, dat is Josefzoon. Even afspreken wie hem gaat nemen. Is het de linksbenige of de rechtsbenige? Ja. De doelman die kan daardoor erg in de war komen. Hij kan beide kanten uitgaan. Even kijken wat het wordt. Sherry in de muur. En dan Josefzoon nu. Weer in de muur. En dan nog een keer. Ja, drie schoten binnen 5 seconden kun je zeggen. 2 van Florian Josefzoon. En zijn doeltrap voor de ploeg van Bermuda. Yves, lang nu. Weggekopt door Pinas. Becker. Trekt voor. Jaron Sherry kwam iets te laat. En dan weer die opbouw van Bermuda. Loopt vast op Koolwijk. Die staat echt als een rots in de branding daar, die Ryan Koolwijk. Donk. Probeert hem lang. Hasselbank is heel balvast. En wat is dat? Oh, dat is een doeltrap. Hasselbank had echt het idee dat het een hoekschop moest zijn. Maar nee, zowel de assistent-arbiter als de scheidsrechter geven aan dat het een doeltrap is. Ondertussen weer bal in play. We zijn over het... De helft van deze eerste speelperiode. We spelen 25 minuten en 30 seconden. En dat is Been Lindo. Speelt hem lang. Komt niet aan. En Robinson wordt gezocht. Ja, dit is die gevaarlijke man. Luke Robinson. Trekt voor. Maar niet zoveel moeite voor Wanner Haan. En daarop snelheid. Terug in de rust, dus. Bal via links, Haps. Pinas. Pinas en Haps, die kennen elkaar erg goed natuurlijk uit de Nederlandse competitie. Shaquille Pinas scoort het eerste doelpunt voor Nacho in de wedstrijd tegen de Cayman Islands. Met het hoofd. Hij staat nu dus in het centrum van de verdediging met Ryan Donk. Becker. Haps. Heel aanvallend ingesteld. Sherry. Pas komt niet aan. Maar nog een keer kwam die bal voor in handen van Yves. Niet zo moeilijk voor hem. Nou, morgen moet Aruba spelen tegen Canada. De verwachting is dat Canada niet zoveel moeite zal hebben met Aruba. Laat me zeggen, het is de verwachting. En natuurlijk volgt die hele belangrijke wedstrijd voor ons dinsdag. De uitwedstrijd tegen Canada. Die gespeeld zal worden in de Verenigde Staten van Amerika. Pinas werkte niet goed genoeg weg. Haps. Goed verdedigd. En nu een kans. Dat is een hoekschop. De eerste goede kans kun je zeggen van Bermuda. In de 28e minuut van deze wedstrijd wordt tot hoekschop verwerkt.
Smith Jones. Belast zich bij die hoekschop. Komt hij. Hoog voor het doel. Weggekopt door de verdediging. Nog niet goed genoeg. Een mislukt schot van Bermuda. En dan weer deze jongen. Robinson. Schiet. Gestopt door Van der Haan. Nou, twee pittige momenten voor Bermuda voor het doel van Suriname. Maar Van der Haan is een betrouwbare sluitpost. En het schot van Robinson kwam niet verder dan zijn veilige armen. Biseswar heel veel aan de bal. Echt een spelmaker. Dit is hem weer. Diego Biseswar. Sherry. Ja, hoe zou je je voelen als je jarig bent en je speelt zo'n belangrijke wedstrijd op jouw jaardag? Je kan twee kanten op, je verliest en je bent een beetje bedroefd. Of je wint en het is een super jaardag. Tot nu toe zit hij goed in die Charon Sherry. Want Natje staat voor met 2-0. We naderen het half uur in deze eerste helft. Sherry. Jozef Zoon op snelheid. Hoekschop Suriname. De verdediging nam het zeker voor het onzekere. Er wordt dus een hoekschop voor Nacho. Wie gaat zich belasten met die hoekschop? Ja, schiet een beetje op, zegt die arbiter. Wordt waarschijnlijk een korte corner. Jozef Zoon. Dit is waar. Weer een hoekschop. De derde voor Nacho. In deze eerste helft. Diego Biseswar. En dan komt Sherry erbij. Die bal gaat nu waarschijnlijk voor de pot gelegd worden. Gebeurt ook. Weinig moeite voor Deel Yves. Er rest een kwartier in deze eerste helft. Geraldo Becker en Nigel Hasselbank die hebben gescoord voor Nacho. Staat 2-0. En Bermuda die speelt gedurfd. Dat moeten we ze meegeven. Kruipen niet in de verdediging. Mooie overname van Biseswar. Sherry. Helemaal op links is Becker vrij. En de bal glipt onder Nigel zijn schoenen door. Kan hem niet controleren. En die opbouw gaat beginnen bij Yves. Ja, hij wil dat zijn mannetjes meer naar voren gaan. Hij gaat hem lang trappen. Dat is een beetje dat Caribische voetbal. Lang naar voren. Maar deze bal komt gewoon in handen van Van der Haan. Pinas. Terug op Haan. En dan mag aanvoerder Donk beginnen met die opbouw. Heel beheerst. Heel beheerst. Bal naar links, naar Becker. En Hapsgaat krijgt hem ook. Voor het doel Hasselbank. Voor het doel Jozef Zoon. Haps. Ja, hij speelde hem achter zijn standbeen. Krijgt die bal terug. En hij wordt een beetje hard aangepakt. Dat levert dus een vrije trap op. Een beetje kunststukje van Ricciano Haps. Probeert die bal te brengen via zijn achterste standbeen. En een vrije trap. Aan de linkerkant. We zien dat Biseswar deze vrije trap zal nemen. Alle spelers op de rand van het gebied. Dat zal zo meteen veranderen als hij die vrije trap neemt. Nigel, tweede bal.
We zien dat Donk ook naar voren is. Dat is geen kleine jongen. 1 meter 90-something komt die bal. Iets wat te laag. Ja, heel verstandig van Bisseswaar. Speelt die bal terug op Van der Haan. Om rustig te beginnen aan die opbouw. Becker is ver teruggevallen. Maar Haan verkiest lang. Leerdam. Luke Robinson. Is hem geweest dat? Er is Eusebio Blankendaal. Ja, is een, klinkt heel Surinaams die naam. Hij heeft de captainsband overgenomen van Lejeune Simmons, die geblesseerd is uitgevallen. Dit is hem, Eusebio Blankendaal. En Bermuda verplaatst de bal naar de rechterkant. Dat weer lang. Ze zoeken duidelijk Robinson op. De bal gaat over de zijlijn. Ingooi Kelvin Leerdam. Helemaal terug. Op Donk. En Bisseswaar die legt kilometers af op het veld. Becker. De verdediging van Bermuda weet nu wat Becker kan en wat hij wil. En weer een overtreding op Bisseswaar. Bermuda heeft door dat hij de man is die de lijnen uitzet, die het spel bepaalt, het tempo bepaalt. Becker, links, speelt terug op Haps. Dan weet je dat tic-tac spelletje om Bermuda eruit te lokken. Nu die bal helemaal naar de rechterkant. Goed gedaan op Josefsson. Die maakt zijn actie. Wat een mooie beweging van Florian Josefsson. Trekt voor en is dat 3-0. Goal! Wat een doelpunt! De tweede goal van Geraldo Becker. Het begon met die sublieme actie van Florian Josefsson. Dit is die actie. Die overstap. Bal naar de andere kant. En een volley van Geraldo Becker. Zijn tweede doelpunt in deze wedstrijd. Het staat 3-0 na 35 minuten spelen. Nou, het gaat goed, moet ik zeggen. Er resten 10 minuten in deze eerste helft. En dit is de man die tot nu toe trots mag zijn op zijn boys, denk ik. Dean Horé. De laatste 9 minuten reguliere speeltijd in deze eerste helft. En het heeft er veel. Oh, dit is echt ingeleverd. Wat een cadeautje. Wat een cadeautje. Goal. Goal voor Suriname. Ja, makkelijker dan dit krijg je hem niet. Nigel Hasselbank. Dankjewel. Ja, dit is de maker van het doelpunt. Zijn tweede voor vandaag. En wat zal het door Goree zijn hoofd spoken? Een boze deel Yves. Het is echt een cadeautje geweest. Maar goed, die komen voor in de allerbeste competities. Op het allerhoogste niveau. Dus niks aan de hand. 4-0 Suriname. Lange trap naar voren van Yves. Het was een duwtje van Pinas, ja. Vrije trap dus voor Bermuda. Die vrije trap van Bermuda
behoorlijk ver buiten het gebied. Hij zal die bal waarschijnlijk ergens deponeren op de penaltystip om te zien wat zijn voorhoede kan doen. Smith Jones brengt voor. Ja, weggewerkt. Robinson. Robinson trekt voor. Ja, makkelijke bal voor Wannerhaan. En we mogen dus weer gaan opbouwen met Nacho. Geen haast. Bermuda moet komen. Bissezwaar. Ja, die jongens van Bermuda zullen Bissezwaar niet zo leuk vinden, denk ik. Hij zet echt de lijnen uit. Hij dirigeert, hij bepaalt het tempo. En hij kweet zich bijzonder goed van zijn taak. Ryan Donk. Verkeerd gespeeld, bal helemaal terug naar Yves. Die lange trap van Yves. Leerdam. Ja, Jozef Soen heeft ruimte. Hij heeft ruimte. Hasselbank voor het doel. Trekt voor. Becker. Oeh, kan hem niet goed controleren. En Bermuda neemt over. Smith Jones. Speelt hem lang. Haps. Die laat de bal over de zijlijn gaan. Het is een ingooi voor de ploeg van Bermuda. We zitten in de 40ste minuut van deze ontmoeting. Het staat 4-0. Nog steeds spanning op het gezicht van Dean Goré overigens. Trey Tucker die gaat ingooien voor Bermuda. De bal helemaal terug. Ik denk dat hij terug gaat naar Yves. Inderdaad. Bermuda zal proberen te voorkomen dat ze nog een doelpunt tegenkrijgen in deze laatste 5 minuten van de eerste helft. Bin Lindo. Op Lee. Dan die lange bal. Houdt hem binnen. Ja. Houdt hem dus niet binnen. Dat was Trey Tucker. En ja, het kunstgrasveld is gewoon een heel snel veld. Als je die bal laat stuiten en is een beetje ver voor je, dan haal je hem gewoon niet meer. Pinas. Sherry, er is wat ruimte aan de rechterkant. Helemaal aan de rechterkant bij Florian Josefsson. En misschien dat Koolwijk dat ziet. Dat ziet hij inderdaad. Veel ruimte voor Josefsson. Hij gaat zijn actie maken. Hier die actie. Komt het schot. Sherry Koolwijk. Het schot van Koolwijk. In handen van Yves. Nou, die poging van Koolwijk. Die miste kracht. En dan weer Bermuda. Andere kant. Ze zoeken hem op. Deze Robinson. Overtreding Koolwijk, vrije trap voor Bermuda. Tot op dit moment heeft deze man toch wel indruk weten te maken. Luke Robinson. Het is te hopen dat hij niet eruit hoeft. Ze verliezen al een goede man in LeJohn Simmons, hun captain. Er wordt nu gevraagd om medische assistentie. Of zijn dat krampen? Nee, zegt arbiter Escobar. Die Brancard hoeft niet te komen. Het zijn gewoon krampen. Hij doet inderdaad veel loopwerk hier aan de linkerkant. Deze Luke Robinson. En ze krijgen nu dus een vrije trap. Let op, Diego.
We zien veel wit in het gebied. Veel wit betekent veel Suriname. Natje wil absoluut geen tegendoelpunt. Oh, een beetje venijnig balletje. Maar goed, hij ging naast het doel. Willie Clemens was de man die het probeerde. 2 minuten nog reguliere speeltijd. En dan zullen we zien hoeveel extra tijd er komt in deze eerste helft. We hebben die blessure van LeJohn Simmons gehad. Daar wat op onthoud, maar het zal niet zoveel zijn, denk ik. Hier nog het schot van Koolwijk. Dat is die vrije trap van Willie Clemens. Haps. En natuurlijk heeft Nacho de luxe om het rustig aan te doen. Pinas. Becker. Trekt hem voor. En Everal snel uit. Ze gaan weer via links. Blankendaal lang op Robinson. Hij is steeds de target. Hij is steeds de man die ze proberen te vinden. Dat is deze man. Luke Robinson. Oh, wat is hij goed. Maakt zijn actie. Schiet. En Wannerhaan, die heeft hem. Nou, die Luke Robinson, die is nu echt wel de gevaarlijkste man aan de zijde van Bermuda. Mahan staat zijn mannetje. Pinas. Nou, het is eigenlijk gewoon uitspelen. Er zijn seconden nog in de reguliere speeltijd. En dat fluit. Arbiter Escobar. Precies na 45 minuten voor rust. Nou, wat een goede eerste helft van Nacho. We staan voor met 4-0. Geraldo Becker maakte in de derde minuut er 1-0 van. Nigel Hasselbank in de 15e minuut 2-0. Becker scoorde in de 35e minuut zijn tweede doelpunt. En Nigel Hasselbank kreeg een cadeautje van de defensie van Bermuda. En benutte dat cadeautje ook. Hij scoorde de vierde goal voor Nacho. We nemen nu een break en we zijn zo meteen terug met de tweede helft live. Kwalificatiewedstrijd tussen Suriname en Bermuda. We hebben een goede eerste helft gehad. 4-0 staat het. We zien dat Bermuda 1 wissel heeft gepleegd. En Diego Richardson, die dus het veld in is gekomen voor Racer Smith Jones. Nou, de eerste aanval van Nacho. Laten we zien als ze deze score kunnen verdubbelen. Paas helemaal naar de andere kant. Haps. Verkeerde paas, Haps. We zien dat Suriname met hetzelfde elftal het veld op is gekomen. Hasselbank probeerde hem mooi om die jongen heen te spelen, maar dat lukt dus niet. Zelfde elf voor Suriname, dat betekent in het doel van Erhaan, Kelvin Leerdam, Ryan Donk, Shaquille Pinas, Richiano Haps, Ryan Koolwijk, Diego Bisseswar, Charon Sherry, Florian Josefsson, Nigel Hasselbank en Geraldo Becker. Dat zijn dus de 11 spelers die voor ons weer begonnen zijn aan deze tweede helft. 1 wissel nogmaals bij Bermuda. Diego Richardson die kwam in de plaats van Racer Smith Jones. Voor Nacho is er een pittig programma na deze wedstrijd. Ze vertrekken zeg maar in de ochtend meteen richting de Verenigde Staten van Amerika. Om daar die wedstrijd te gaan spelen tegen Canada. Eerste gevaarlijke aanval voor Bermuda komt niet zo ver. Ingooi
Macho. Na deze wedstrijd is het meteen vertrekken vanuit het SZ-stadion richting het hotel. En het is douchen en klaarmaken om te vertrekken naar onze internationale luchthaven. Omdat vroeg in de ochtend ze vertrekken richting Amerika. Canada heeft de VS gekozen als thuishaven. Snelle aanval Suriname. Bal naar het midden komt niet aan en nu neemt Bermuda over. 4 tegen 5 verdedigers. De verdediging van Nacho staat er in elk geval. Er wordt weinig risico genomen. Willy Clemens. Speelt hem breed. En nu komt het schot. Ja, weinig moeite voor Wanner Haan. Beetje een spelletje daar tussen de twee centrale verdedigers en Wanner Haan. Ze hebben graag natuurlijk dat Bermuda eruit komt om druk te zetten. Dat zal ze meer ruimte geven. Nu die lange paas richting Hasselbank. Charon Sherry zet wat druk. En Yves, die speelt hem lang naar voren. Nou, goed geprobeerd. Die bal op Diego Richardson. Maar die kwam dus niet aan. En dan Bisezoar, die een sterke eerste helft heeft gespeeld. Ook nu. Breed. Oh, die paas is ietsje te scherp. En Becker komt er niet bij. Geraldo Becker, 2 keer gescoord in de eerste helft. De ingooi wordt genomen door Trey Tokker. Clemens. Wordt een beetje hard aangepakt door Ryan Koolwijk. Maar dat is voetbal. Willy Clemens, een van de steunpilaren van het team van Bermuda. Ben Lindo. Naar Roger Lee. Hij heeft een balbezit. Tokker. Lange paas richting Diego Richardson. Verkeerde paas, want Wanner Haan kan hem makkelijk pakken. En daar gaat onze opbouw weer beginnen. Hele lange paas. En het lijkt alsof Ryan Donk geblesseerd raakte bij die trap. Ben Lindo zet die bal over de zijlijn en daar ligt de aanvoerder dus. Kelvin Leerdam erbij. Koolwijk erbij. En even kijken. Ja, even in een babbel met Escobar. Maar goed, hij staat weer, hij loopt weer. Dat is belangrijk voor ons. En dat wordt dus een ingooi voor Nacho. En de bedoeling is natuurlijk, de verwachting is dat ze die bal netjes teruggeven aan Bermuda. Ja, dat gebeurt ook. Ben Lindo. Speelt een breed naar niemand. En dat is een ingooi voor Nacho. Richiano Haps, die mag ingooien. Richiano Haps en Mitchell Tevreden, die zijn de laatste twee professionals die erbij gekomen zijn in Nacho. En Haps die heeft meteen een basisplek. Ja, dat was verwachtbaar. Het niveau waarop deze Haps speelt is toch wel van die aard dat hij die plek verdient. Bisezoar, lang. Richting Jozefzoon. Mooi gedaan door Jozefzoon.
Maar even mooi verdedigd. Die bal is nog bij Hasselbank. Nu Sherry. Hij kan schieten. Oh, hij speelt die bal een beetje ver voor zich uit. Het zou een prachtig cadeau zijn als Charles Sherry een doelpunt maakt in deze wedstrijd. Becker. Biseswar. Hasselbank. Komt het schot. Iets te lang gewacht. Weer Biseswar. En de Koolwijk brengt rust in die aanval. Dan meteen weer richting Haps. Geduld, dat is belangrijk. Die bal mag je niet kwijtraken. Ja, dit spelletje is natuurlijk om ze eruit te lokken. Koolwijk, Biseswar. Hasselbank. Ja, dat is een overtreding van Willy Clemens op Diego Biseswar. Nou, Biseswar heeft het nog wel te verduren, hoor. Het is bijna begrijpelijk. Het is de man die bepaalt wat er gebeurt bij Nacho. En Willy Clemens die heeft hem net een tik gegeven. Dat levert een vrije trap op. Behoorlijk ver van het doel. Dus ik denk niet dat er een schot op doel komt. Ik denk dat hij gaat proberen om hem ergens te deponeren waar die spitsen erbij kunnen. We zien dat Ryan Donk mee naar voren komt. Die is heel lang, heel sterk. Bal nog steeds in het gebied, nu weggekopt. Haps. Pinas op. Becker. Die 1-2 tussen Becker en Hasselbank. Dat duwtje van Becker, ja, dat is gezien door arbiter Escobar. Vrije trap voor Bermuda. Het had beter gekund, ja, dat weet Haps zelf ook. Dat weet Becker zelf ook. En Dale Eve, die werkt die bal naar voren. Belindo. Hij kijkt naar voren, hij wil hem eigenlijk lang spelen, maar er is gewoon geen afspeelmogelijkheid. Nu moet je voorzichtig zijn. Heel mooi van Charon Sherry. Oh, dat is een kaart. Dat is absoluut een kaart. Dat is een gele kaart voor Jomei Belindo. En het was Charon Sherry die richting doel ging. Oh. En Belindo die verpest het feestje van Charon Sherry. Maar goed, misschien is het feestje nog niet voorbij, want hij heeft een vrije trap. Beetje rechts van de goal. En weer zien we een aantal spelers achter de bal. Kijken wat het wordt met deze vrije trap. Wordt het Sherry? Nee, het wordt geen Sherry. Wauw, wat een loeier. Hele mooie vrije trap. Ja, dat had niet beter gekund. Maar een sublieme save van Dale Eve. En het blijft dus 4-0. Weer Biseswar. Trekt hem voor. Nu wel. Nee, nog niet. De druk op het doel van Bermuda is inderdaad toegenomen de afgelopen 2-3 minuten. Becker met die actie. Is voorbij. Trekt voor. Hoekschop. De eerste hoekschop voor Suriname in deze tweede helft na iets meer dan 10 minuten spelen.
En het is Bisseswar die zich zal belasten met die hoekschop. Komt die hoekschop. Weggekopt door de verdediging. Koolwijk heeft wat ruimte om te schieten. Nee, trekt hem voor. Ja. Twee mannen bevonden zijn buitenspelpositie en maakte dus absoluut geen aanstalten. En dan trapt Yves naar voren. Snelle overname bij Nacho. Haps. Sherry. Diep op Hasselbank. Haps. Hasselbank. Nee. Dat is een duw van Becker. Een overtreding natuurlijk. En het heeft er veel van dat er zo meteen een wissel komt bij Suriname. We zagen Mitchell Donald zich warm lopen. Bermuda. Zijn niet echt in de aanval geweest in deze tweede helft. Voorgetrokken, weggewerkt. Verkeerde paas en Suriname kan dus makkelijk overnemen. Het is een doeltrap voor Van der Haan. Donk begint met die opbouw. Shaquille Pinas. En Bisseswar. Sherry. Oh, een beetje verkeerde paas. Het is Ben Lindo. Die paast hem door naar de linkerkant. Overname Nacho. Koolwijk, Bisseswar. Terug naar Koolwijk. Koolwijk speelt een hele solide partij. Doet precies wat hij moet doen. Bal voorgetrokken. Clemens. Op Richardson. Oh, verkeerde paas, Richardson. Miscommunicatie in voor Suriname. Kan het sneller worden? Nee, zegt arbiter Escobar. Wel op de juiste plek ingooien. En daarmee wordt die snelle aanval dus voorkomen. 15 minuten spelen we in deze tweede helft. Oeh, Leerdam wilde die 1-2 aangaan met Charon Sherry. Overgenomen door Bermuda. Bermuda doet het niet onaardig, maar het kwaliteitsverschil is duidelijk merkbaar. En dat heeft zich ook in de score vertaald. 4-0 op dit moment voor Suriname. Verkeerde paas, overname en nu is er wat ruimte voor Nacho. Becker aan de linkerkant. Bisseswar. Weer gaat hij naar de grond. Nou, Bisseswar heeft als geen andere kennis gemaakt met het kunstgrasveld. Maar hij staat er en hij doet echt wat hij moet doen. Sherry heeft wat ruimte. Becker trekt voor. Oeh, de corner verwerkt. De tweede hoekschop voor Suriname. Er komen twee wissels. Daar komt die hoekschop.
gekopt door de verdediging. En nu Charon Cherry schiet de jongen. Ja, dat doet hij ook. Nee. Oeh. Dat is overenthousiasme. Oh, wat zou het mooi zijn voor Charon Cherry, maar die bal ging in het zijnet. Dit is de herhaling. Hij heeft inderdaad wat ruimte. Ging in het zijnet. Ingooi Suriname. Er komen zo meteen wat wissels aan Surinaamse zijde. Becker. Haps, Biseswar met wat ruimte. Helemaal terug op Donk. Die gaat diep. Mooie 1-2. Nee, komt niet goed aan. En dat zijn de drie man die zullen komen invallen. Mitchell tevreden rechts. Ramon Lewin in het midden. En Mitchell Donald, nummer 16. Die komen zo meteen in. We moeten even kijken wie dus eruit gaat. Haps. Koolwijk. Leerdam. Mooi gedaan. Geen buitenspel. Cherry. Voor het doel is Hasselbank. Hasselbank kan. Hasselbank scoort. Goal. Goal. Goal voor Suriname. Nigel Hasselbank maakt zijn hat-trick compleet. Een razendsnelle uitbraak. Let maar op. Goed gespeeld. Cherry legt hem terug. Op maat. En Nigel Hasselbank heeft niets anders te doen dan hem intikken. Het staat 5-0. Nou, dan zullen die wissels komen. Mitchell Donald. Mitchell tevreden. En Ramon Lewin. Nou, Hasselbank eruit. Biseswar eruit. En de captain Ryan Donk eruit. Natuurlijk kun je ze wat rust gunnen. Dit is captain Ryan Donk. Weer goed van zijn taak geweten. Ja, zeker Diego Biseswar, moeten we zeggen, heeft een sublieme partij gespeeld. In het centrum van de verdediging nu Ramon Lewin dus. Koolwijk is blijven staan. Lewin op Koolwijk. Doet het heel beheerst, die Koolwijk. Charon Cherry. Tevreden is een hele lange spits. Dus dat zou gelegenheid geven als je aanvalt vanuit de vleugels om die bal dus te droppen. Ergens bij de penaltystip. Oh. 5-0 is het voor Suriname met nog ongeveer 25 minuten te spelen in deze tweede helft. Hensbal van Bien Lindo. Koolwijk. Cherry. Becker. Dit is Mitchell Donald. Eerste balcontact. Terug naar Geraldo Becker. Die heeft een goede actie.
Haps trekt voor. Maar Josefsson kwam daar niet bij. En het is een ingooi voor Bermuda. Nou, twee mannen hebben gezorgd voor de productie. Althans, het scoren van de ballen voor Nacho. Dat zijn de Geraldo Becker tweemaal. En Nigel Hasselbank, die scoorde er 3. Even kijken hoe het zal gaan met Mitchell tevreden. Daar in de punt. Bal voorgetrokken. Blijft nog even hangen bij Geraldo Becker. Tevreden is daar. Tevreden kan scoren. Oeh, centimeters naast. Wat zou dat een fantastisch begin zijn voor deze Mitchell tevreden. Goed gedaan door Becker. Echt net de verkeerde kant van de paal. De opbouw is weg komen te vallen bij het team van Bermuda. Het gaat allemaal met lange ballen. Het combineren lukt niet echt goed. Daarvoor staat Suriname veel te goed in verdedigend opzicht. En zeker Ryan Kolwijk, die vervult een cruciale rol daarbij. Willy Clemens, helemaal naar links. Houdt hij binnen, hij houdt hem inderdaad binnen. Komt die bal voor. Ja, een beetje zwakke kopstoot, niet echt gevaarlijk. Maar dit is eigenlijk de eerste poging op goal voor Bermuda in deze tweede helft. En dat na bijna 25 minuten spelen. Lewin, die kwam invallen voor Donk. Staat er nu samen met Shaquille Pinas. Mitchell Donald. Lewin. Donald. Kolwijk. Ruimte voor Kolwijk. Wat is dat? Hensbal, denk ik. Ja. Vrijtrap voor Bermuda. Bien Lindo die speelt hem naar voren, komt niet echt ver. Sherry, aan de rechterkant loopt Josefsson. En nu een beetje hoop voor Bermuda, maar hij speelt die bal te ver voor zich uit. En dat is een overtreding, denk ik, inderdaad. Shaquille Pinas begint die overtreding. En een vrije trap voor het team van Bermuda. Er is Willy Clemens, die werd neergelegd door Pinas. Een vrije trap recht voor het doel. Zo'n 10 meter buiten het strafschopgebied. Viermansmuur. Driemansmuur. Dat wordt allemaal geregeld. Trouwens, morgen wordt de wedstrijd gespeeld tussen Aruba en Canada. Dat wordt dus de één voor de laatste wedstrijd voor Canada in deze groep. De verwachting is dat Canada die partij gaat pakken. En dan komt het aan op die allerlaatste. Hier komt die vrije trap. Over het doel. Ja, Willy Clemens die denkt bij zichzelf, wat moet ik nog meer doen? Dan krijgen we weer twee wissels. Nummer 20 en nummer 21. We moeten kijken wie eruit komt. Nou, het schijnt dat die goede boy eruit komt. Dat is Luke Robinson. Ja.
twee wissels dus bij de ploeg van Bermuda. Nu Suriname, aan de rechterkant, Jozef Zoon. Die maakt zijn actie, is voorbij. Moet terugleggen. Oh, die bal komt nog net niet aan bij tevreden. Dat is de derde hoekschop voor Suriname in deze tweede helft. We spelen al iets meer dan 70 minuten, iets meer dan 25 minuten in deze tweede helft. Komt die bal voor het doel. Gekopt. En het is een doelpunt. Goal! Wat een verrassende goal voor Suriname. Shaquille Pinas. Oh. De man die dus de eerste goal scoorde bij dit nationale team tegen de Cayman Islands. Die kopt hier weer raak. Shaquille Pinas. Ja, eigenlijk verkijkt Yves zich op die bal. Heel intelligent balletje van Shaquille Pinas. Het is 6-0. Nou, het heeft lang geduurd in deze periode voordat we weer tot scoren kwamen. En naar Bermuda. Ja. Ze spelen een verloren wedstrijd. Nou, misschien goed te zeggen dat deze wedstrijd ook in Nederland wordt uitgezonden. Nou, aan al de Surinamers en Suriname-fans daar in Nederland. De groeten natuurlijk. Jullie steun voelen we hier gewoon. En je merkt het ook aan de score. 6-0 voor onze nationale selectie voor Suriname in deze wedstrijd tegen Bermuda. Geraldo Becker. Oeh, die verdediger is er op tijd bij. Nou, gebeurt er daar iets? Is dat Geraldo Becker? Ja. Geraldo blijft even liggen. En Medical die wordt erbij gehaald. En een gele kaart voor Mitchell Donald. Ja, niet nodig. Je staat met 6-0 voor. We zien daar Boeren Swing en dan Dean Goree hier met nog wat instructies. Nog ongeveer een kwartier reguliere speeltijd. Geraldo Becker die is weer op de been, gelukkig maar. Heeft vandaag dus zijn debuut gemaakt. En niet onverdienstelijk 2 doelpunten gescoord. En die bal die rolt weer. Nou, we zijn het laatste kwartier binnengestapt. Kijken wat er nog in zit voor Suriname in deze wedstrijd. En eigenlijk mogen we stilletjes beginnen te denken aan die wedstrijd van dinsdag aanstaande. Die uitwedstrijd tegen Canada. Met een hakje probeerde de man die bal binnen te houden. Gaat over de achterlijn. Doeltrap van Erhaan. In deze tweede helft heeft Haan het niet moeilijk gehad. In de eerste helft 1 of 2 schoten die niet echt van betekenis waren. Mitchell Donald. Bal wordt binnengehouden door Roger Lee. Heel beheerst gedaan door Lewin. Op Koolwijk. Donald. Lang. Op tevreden.
Ja, hij heeft hem. Becker. En tevreden gaat dus naar het midden. Daar wil je hem hebben. Met zijn lengte. Charon Sherry trekt hem voor. Weggekopt. En nu tevreden met het schot. Heel verrassend. Maar Yves, die maakt hem onschadelijk. En het blijft dus Suriname 6 en Bermuda 0. Ja, Bermuda tikt een beetje rond. Zijn nog niet echt gevaarlijk geweest in deze tweede helft. Proberen nu diep te gaan, maar Levin die is er goed bij. Speelt terug op Haan. Mooi uitverdedigd. Diego Richardson. Ja, dat is een pittige schouderduw van Mitchell Donald. En dat vond de arbiter ietsje te heftig. Dus hij geeft een vrije trap aan Bermuda. Er komen nog twee wissels. Oh, daar zien we dus. We zien Dimitri Apai. Dimitri Apai. Becker gaat eruit. En ik denk Jozef Zoon ook. En Ivenzo Konfalius. Die komt erin. Jozef Zoon en Becker eruit. Apai en Konfalius erin. En dan komt die vrije trap van Bermuda. Levert ze niks op. Jordan Outerbridge die probeerde het, maar hij kwam dus echt niet ver. Lewin. Ja, gewoon de concentratie erin houden natuurlijk. Shaquille Pinas, één keer gescoord. Apai kan hem niet binnenhouden. Er is een ingooi voor de ploeg van Bermuda. Koolwijk. Heel professioneel. Apai met het eerste balcontact. Nee, hij komt er niet bij. En deze Apai is een hele bijzondere figuur in onze nationale select. Hij is gewoon de smaakmaker. Hij verbindt iedereen met de manier waarop hij omgaat met mensen. Terwijl er nog een wissel kwam bij Bermuda. Jomei Bilindo gaat eruit. En erin komt Azenda Furbert. Azenda Furbert komt erin. Voor Bermuda. Ingooi Suriname. We hebben nu dus Apai aan de linkerkant. En aan de andere kant Ivenzo Konfalius. Terwijl Haps hier speelt op Shaquille Pinas. Die Van der Haan vindt. Hij krijgt hem terug, Pinas. En nu Haps. Wat ruimte voor Apai. Maakt zijn actie, gaat naar binnen. Koolwijk. Lewin. Ivenzo Konfalius gaat. Nee, krijgt hem niet. En nu dus Leerdam. Leerdam loopt zich vast. En de gelegenheid voor Bermuda via links dus. Te proberen uit te breken. Ivenzo Konfalius die begaat die overtreding. Het is een vrije trap voor het team van Bermuda. 8 minuten reguliere speeltijd resten ons in deze ontmoeting. Eusebio Blankendaal, de nummer 2, is nu de aanvoerder. Speelt hem op Willy Clemens.
Jordan Outerbridge. Paste hem in niemands land. En een doeltrap voor Doelman Haan. Ja, ik ben zeker dat Dean Goree reeds met zijn gedachten is bij die wedstrijd van dinsdag. Die wedstrijd zal bepalen wie overgaat naar de volgende ronde. Pinas. Lang richting Tevreden. Kan hem niet controleren. En Willy Clemens is de man die nu dus bij Bermuda de rust in het spel houdt. Je ziet zijn ervaring wanneer hij aan de bal is, die nummer 11. Slechte paas en ingooi voor Suriname. Tevreden gaat ingooien. Haps. Ja, tempo is iets wat gedropt. Daar moeten we eerlijk over zijn. Haps. Bal was over de lijn, denk ik, inderdaad. Ingooi Suriname. Zes minuten te gaan, de reguliere speeltijd. Ricciano Haps. Jaron Sherry. Krijgt terug. Ivenzo, die wil zijn actie maken natuurlijk. Doet hij ook, schiet? Nee, dat was een paas. Hij kreeg die bal terug. En verliest daar die bal. En nu mag Bermuda proberen, maar ze komen echt niet ver. Weer Ivenzo, oppassen. Ingooien voor Suriname. Sherry. Mitchell Donald was de bedoeling, maar hij kwam niet aan. En Tevreden neemt over. Koolwijk. Apai is op links vrij. Dimitri Apai. Nee. Ja, en Dele Yves, die denkt bij zichzelf, weet je wat, die 6-0, dat is mooi. We gaan niet te veel haast maken. Speelt hem lang naar voren. Richting Richardson. Komt niet aan. Koolwijk naar Leerdam. Sherry. Mitchell Donald, Sherry. Apai is vrij aan de linkerkant. Maar ze wachten het juiste moment af. En misschien nu Mitchell Tevreden. Hij had wat ruimte, hij had kunnen schieten. Maar goed, hij wilde Mitchell Donald in de gelegenheid stellen. Maar die paas kwam dus niet goed aan. Heel geduldig, Koolwijk. En nu Apai. Houdt hij hem binnen? Ja, hij houdt hem binnen. Gaat voor zijn actie. Hoekschop, Suriname. Het lijkt erop alsof deze man die hoekschop gaat nemen. We hebben aardig wat lengte voor. We zien dat Lewin naar voren getrokken is. Mitchell Donald is een hele grote. En natuurlijk Mitchell Tevreden. Komt die bal voor het doel. Haps. Hier is Lewin. Op Comfalius.
totale dominantie van Suriname. Veel balbezit. Ja, dat leek overtreding, maar de arbiter die heeft daar niet voor gefloten. Richardson. Lee. Richardson, Clemens. Ja, je ziet dat Clemens zegt, spelen maar naar achteren. Geen haast. Ja, ik snap wel dat ze zeker niet een zevende tegen willen. Zes is meer dan mooi. 2 minuten resten ons in reguliere speeltijd. 3 keer Nigel Hasselbank, 2 keer Geraldo Becker en 1 keer Shaquille Pinas. Dat is de oogst tot nu toe. 6-0 voor Suriname. Clemens. Heeft geen haast. Ja, want als je te snel te diep gaat, dan verlies je die bal tegen de defensie van Suriname. En Bermuda houdt hier een ingooi over. Kijken hoe ver ze komen. Bal wordt voorgetrokken. Nog steeds Clemens. Dan hij het schot van Clemens. Oeh, dit was de beste poging in de tweede helft voor de ploeg van Bermuda. Willy Clemens, die probeerde het. De bal werd half geblokt. En Haan, die kon hem dus pakken. En nu een beetje op snelheid. Dimitri Appai. Jaron Sherry aan de linkerkant. Donald. Gaat diep tevreden. Sherry. Legt terug. En misschien nu het schot. Ivenzo, mooie actie van Ivenzo. Het schot. Oeh, naast het doel. Nou, dit doelpunt zou een prachtige bekroning zijn op die actie van Ivenzo Comvalius. Heel beheerst in de kleine ruimte. En dan het schot naast het doel. Nou, 2 minuten extra tijd zien we. De 90 zijn voorbij, maar 2 minuten extra tijd. En kijken wat er nog gebeurt in deze 2 minuten. Donald. Shaquille Pinas. Ja, mooie paas. Maar die bal komt dus niet echt bij Appai. En als die snelle omschakeling, het is wederom Willy Clemens. Ja, nee, dat beetje toneel gaat echt niet werken bij arbiter Escobar. Dat was trouwens Tokia Russell, geen Clemens. Lewin. Sherry met Comvalius. Helemaal aan de andere kant staat Appai. En misschien nu Mitchell Donald, gestopt door doelman Yves. Maar blijft nog even, Sherry. En niks aan de hand, zegt arbiter Escobar. We zijn de laatste minuut in deze wedstrijd binnengestapt. Koolwijk. Geen handsbal, zegt de arbiter, ja. Ik denk dat hij niet zoveel zin meer heeft om te fluiten. Hij wil dat het spel gespeeld wordt. Misschien wel de laatste aanval in deze wedstrijd. Mitchell Donald. Tevreden. Oeh, die bal komt niet aan. Haps was de bedoeling. Misschien nu wel, met een beetje geluk. Oh, einde van deze wedstrijd. Arbiter Mario Escobar die fluit voor de laatste keer in deze ontmoeting. Suriname wint deze wedstrijd met 6-0. Het was Nigel Hasselbank die een hat-trick scoorde. Geraldo Becker scoorde 2 maal. En Shaquille Pinas die scoorde ook 1 keer in deze ontmoeting. Wat het totaalscore brengt
op 6 voor Suriname en 0 voor Bermuda. Er rest ons nog één wedstrijd, dat is dinsdag aanstaande tegen Canada. Dat zal de beslissingswedstrijd worden om te bepalen wie overgaat naar de volgende ronde in dit WK-kwalificatietoernooi. Nou, wij gaan het afsluiten hier op het veld, maar voor de kijkers thuis gaan we nog even met onze gasten van de voorbeschouwing 5 minuten napraten over deze wedstrijd. Nogmaals bedankt mensen in Nederland die de ondersteuning gegeven hebben. Dit is wat jullie ervoor cadeau krijgen, een 6-0 overwinning van de Surinaamse Nacho. Dit was Marciano Zalman, zometeen nog een terugblik met gasten Rogelio Kolf en Dion Brunens.
Thank you.